Bioloog Freek Vonk, bekend van zijn avonturen met bijzondere dieren, maakt zijn debuut in Rotterdam met de live show Dieren in het Donker. Op 2 mei volgend jaar zal hij twee spectaculaire optredens verzorgen op de RTM-stage van Rotterdam Ahoy. Agents After All, de organisator, deelde het nieuws vrijdag mee en de kaartverkoop is al van start gegaan. Holy moly. We hebben jarenlang veel verzoeken ontvangen uit de regio Rotterdam voor een grootschalige live show. Ik ben ontzettend trots dat we de Dieren in het Donker show naar Rotterdam Ahoy kunnen brengen, verklaart Freek, die momenteel al te zien is in Avas Live in Amsterdam. De positieve reacties die we tijdens deze kerstvakantie hebben ontvangen, maken me nu al enthousiast om tijdens de meivakantie iedereen mee te nemen in de fascinerende wereld van de natuur. Ik kan niet wachten. Met 75 uitverkochte shows in Avas Live in de afgelopen jaren heeft Freek Vonk bewezen een publiekslieveling te zijn. In zijn familievoorstelling belooft hij het publiek mee te nemen op een reis vol spannende ontmoetingen met bijzondere dieren van over de hele wereld. De kaartverkoop is reeds gestart, dus wees er snel bij om dit unieke spektakel niet te missen.